Over iets minder dan een maand is het alweer carnaval. Vandaag ben ik op de carnavalsbeurs in Serenhoek. Ze zijn nu alles nog aan het klaarzetten, maar om 4 uur verwachten ze hier grote drukte. Maar wat is nou eigenlijk de beste carnavalsoutfit? Wat denkt u dat de kledingtrend wordt deze carnaval? Ik denk voor de dames kort en bloot. En gekleurd natuurlijk. En voor de heren zal het verschillend zijn. De ene zal het overal pakken. En de andere die wil iets scherp van een beren of een perenpak. Of die wil uit de band springen. Nou, we zullen jullie even wat van onze pronkstukken laten zien. Wij vinden zelf deze wel heel erg leuk. Kijk, en dan zit de verrassing zit aan de onderkant. Nou, hier hebben we nog een paar leuke. Deze zijn helemaal vers van de pers, zijn net nog binnengekomen. En dit is volgens mij voor een groep. Ja, klopt, hè? Gaat u dit jaar ook carnaval vieren? Nee, ik ga zelf geen carnaval vieren. Ik ga wel altijd naar de optocht, vind ik heel erg leuk. Maar ik kom zelf uit Henkensand en dan leeft het toch iets minder dan dat het hier leeft. Maar ik vind de organisatie ook gewoon heel erg leuk. En het leeft hier gewoon, dus het is gewoon gezellig. Ja, en ik ga wel. Ik doe met de optocht mee en 's avonds toch even een rondje rond de cafés om te kijken wat er allemaal te doen is. Ik weet in ieder geval wat ik deze carnaval ga aantrekken.